Like de video sneller dan dat ik 3 keer geel zeg. Geel? Geel. Makkie. Dit is het geheime woord. Je zag het niet. En als je het wel zag, bewijs het dan door het te reageren. Deze video gaat over niemand minder dan geel. En ik heb hem op mijn rug. Ja, ik kwam dit item tegen en ik vond hem eigenlijk best wel gaaf. Dus ik heb hem besloten te kopen. Want heb je je wel eens afgevraagd waarom geel niet kan vliegen? Hé, dat is toevallig een geel lampje. Nee, serieus. Als je goed naar geel kijkt, dan zie je dat hij eigenlijk helemaal niet vliegt met zijn vleugels. Weer een geel lampje. Dat moment wanneer toeval eng wordt. Maar dat hij eigenlijk vliegt door de propellers op zijn rug. Weer een geel lampje. Oké, nu wordt het serieus creepy. Als ik er nog eentje vind, eet ik mijn mouw op. Heeft iemand zout toevallig? Ah, kijk, dit is een blauw. Maar waarom kan geel niet vliegen met zijn eigen vleugels? Het is toch een soort van vogel? Nou, dan hebben we het over rood. Want dat is degene die het heeft veroorzaakt. Rood is niet alleen de maker van de gele Rainbow Friend. Maar ook de reden dat hij niet meer kan vliegen. Oh, volgens mij gebeurt er iets engs achter die deur. Ik kan misschien beter gaan of niet soms. Oh ja, toch wel. De gele Rainbow Friend kan niet vliegen omdat hij is neergestort. Rood heeft de gele Rainbow Friend namelijk gemaakt om ingrediënten te verzamelen. Job, ingrediënten? Ha, ha, ha. Ga je een taart bakken of zo? Ja. Dus? Nee, niet dat soort ingrediënten. Ingrediënten voor het maken van de Rainbow Friends. Als je chapter 1 hebt gezien van de Rainbow Friends, dan weet je dat elke Rainbow Friend gemaakt is van wat anders. En om al die ingrediënten te verzamelen, heeft Rood geel dus gemaakt die dat allemaal kan doen. En toen kon geel nog vliegen, dus het ging heel snel. Alleen Rood heeft geel zo vaak op pad gestuurd, zonder dat geel kon uitrusten, dat hij op een gegeven moment uit vermoeidheid is neergestort. Sindsdien kan hij niet meer vliegen. En Rood, de creatieveling, heeft er op dat moment voor gekozen om een soort van helikopter van hem te maken. En dat is dus nu de geel die we kennen. Maar nu ben ik benieuwd. Wat is het verhaal achter Saiyan? Ik vind Saiyan altijd een beetje lijken op Oranje. Dat daar is Oranje. En het verhaal van Oranje was dat het eerst het huisdier was. Waarom doe ik dit? Waarom vind ik het zo leuk om uit te dagen? Oranje was eerst een kleine salamander. Gewoon een normaal huisdier van Rood. En Rood heeft toen een keer besloten om hem, ja, te muteren. Zeg maar, groter te maken. Monsterlijker te maken. Ik hoor iets. Iemand is ingemaakt. Maar waar is de vraag? Oh, zie jij wat ik zie? Het is blauw en het loopt in het riool. Waarom negeer je me? Ik ben nog echt zo'n iemand die boos wordt omdat een creepypasta me negeert. Hallo? Ik kan dit met mijn ogen dicht. Ik ben veel te goed. Oh, oké, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Snel, snel, snel. Oké, perfect. Met je bil? Is dit item trouwens creepy? Eigenlijk wel. Ze hadden hem trouwens ook in Saiyan. Als ik die moet halen, reageer dan blauw. Ook al is Saiyan niet echt blauw. Oké, we hebben nog 1 lampje nodig trouwens. Ik wil iets proberen. Ik heb dit namelijk eens een keer gezien. Laat maar. Ik ben weer te laat. Hé, kijk, dat is Blue. Ik vind het verhaal achter Yellow dus best wel zielig. Zo zielig dat ik hem eigenlijk een soort van schouderklopje wil geven. Alleen daarvoor... Nee, ik was eerder. Alleen daarvoor moeten we eerst naar zijn nest. En ik ben daarvoor op de goede plek. Dit blijft een van mijn favoriete geheimen in heel Rainbow Friends. Dat je dus hier naar boven kunt, hier naar links toe kunt, om in het nest van geel te zitten. Eigenlijk heb ik dan wel een gele doos nodig. Ah, man, die heb ik niet. Oké, volgens mij komt geel er nu aan. 3... 2, 1, daar is die. Oh, het is zo raar. Oké, ik ga hem een schouderklopje geven. Ik geef hem een schouderklopje. Oh man, ik vind het zo zielig voor hem. En hij gaat er ook weer vandoor. Hopelijk heeft dat hem goed gedaan. Maar reageer dus. Ja. Oh, wat? Die speler die liet zich letterlijk expres meenemen. Ik vind groen ook zo schattig. Maar reageer dan ja als ik ook het verhaal achter Saiyan moet vertellen. Dit hier heeft trouwens een ruimtethema. Stel voor dat chapter 3 zich afspeelt in de ruimte. Ik bedoel, er zijn mensen die denken dat de Rainbow Friends een soort van aliens zijn. Ik vind dat een beetje vergezocht. Ik zou dan eerder denken levend speelgoed. Wat eigenlijk ook wel vergezocht is. Maar het is nog een soort van logisch in het geval van Rainbow Friends. Oké, gelukkig ben ik hier. Kan ik hier rustig mijn doos erbij pakken. En is er niks aan de hand. Hij gaat er vandoor. Doei. Ga maar. Wat ik trouwens wel vind, is dat paars echt een grotere rol moet hebben. Er zijn dus heel veel mensen die paars al een soort van hebben nagemaakt. Maar niemand weet hoe die er echt uitziet. Omdat je in de echte Rainbow Friends alleen maar zijn ogen en zijn handen hebt gezien. En wat ik ook heel graag wil weten, is wat hierachter zit. Want ik bedoel, kijk al die elektrische hekken en die camera. Volgens mij zit hier iets achter wat heel goed beveiligd moet worden. Misschien wel de nieuwe Rainbow Friend? Ik zeg niks. Oké, we gaan hier naar binnen. Oh man. Groen. Als je me vraagt van welke Rainbow Friend ik het meeste schrik, dan is het groen. Omdat je hem... niet hoort aankomen. Weet je wat, blauwe, bij deze. Ik schrik meer van jou. Oké, nu wordt het echt een battle. Oké, snel, 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 snel. Oeh, doet. Oké, groen, blauw, allebei weg. Pas je me nou. Ze gaan ook gewoon letterlijk weg door dezelfde deur. Volgens mij zijn blauw en groen wel echt beste vrienden. Maar wie is dan de beste vriend van geel? Ja, ik denk Saiyan. En dan oranje en paars. Ja, dat klopt wel. Volgens mij kunnen die het ook het best met elkaar vinden. Als jij een van de Rainbow Friends als beste vriend zou moeten nemen, wie zou jij dan kiezen? Oh nee, oh nee. Nee, pak niet mij. Oh. Oh, wat? Wat? Zag je dat? Oh, oké, wacht, dat moet ik de volgende keer ook proberen. En je ziet geel er ook letterlijk zitten. Weet je, ik ga hem volgen als hij wegvliegt. En hij vliegt nu weg. Kijk, geel had iemand in zijn handen. En die persoon ging toen heel snel de attractie in. Wacht, kan ik dat dan ook doen? Oké, heel goed uitkijken voor de lange slierte van groen. Oké, ik ga hier eerst even naar beneden. Want hier ligt een brandblusser. Oh my gosh. Heel de attractie is weg. Kijk dan. Oh. De attractie
hangt... Hè? Oh my gosh, we hebben het spel letterlijk gebroken. Kijk dan. Oké, dus volgens mij wat er is gebeurd. Geel heeft Maar wacht, zou dat dan ook gebeuren als je in het reuzenrad gaat zitten? Waarschijnlijk wel. Geel heeft letterlijk heel de attractie meegenomen. Besef hoe sterk die is. Eigenlijk vind ik het best wel mooi dat dat precies deze video gebeurt. Omdat we vandaag het verhaal van Geel hebben verteld. Wat dus ergens best wel zielig was. Oké, wacht, daar is Geel. Oké, we gaan hem achter ons aan proberen te krijgen. Oké, dan moet hij ons even volgen. En dan moeten wij dus ergens in gaan zitten. Precies op het moment dat hij ons wil pakken. Oké, ik weet niet of dit gaat werken, maar ik ga het proberen. Het is dus net wel bij iemand gelukt bij dat andere apparaat. Oké, kijk, hij moet ons volgen. Hier naartoe en dan. Oh. Wat? Oké, volgens mij heeft hij van zijn fout geleerd. Hij weet dat hij billenkoek gaat krijgen van rood als hij hiermee doorging. Kijk dan, dat ding hangt er. Er zit toch iemand in? Er zit iemand in. Oh, moet je dit zien? No way. Omdat die machine weg is, hangt hij dus nu letterlijk in de lucht onzichtbaar. Oké, we hebben echt de allergrootste glitch gevonden. Ik heb dit nog nooit eerder gezien in Rainbow Friends. Volgens mij zag ik hier een Lookie inrollen. Dankjewel. Maar het was best wel grappig geweest als dat met het reuzenrad was gebeurd. Ik bedoel, kan je je voorstellen. Oh, hé, ik wou die pakken. Kan je je voorstellen als dat ding ineens gewoon boven de trampoline hangt, hoe grappig dat is? Oké, oranje. Wauw, moet je zien. Het ziet er zo glitchy uit. Oké, wacht even. Ja, het is inderdaad verdwenen. Die dude vliegt. Hij staat letterlijk. Dit is zo grappig. Oké, hier hebben we. Oh, wil ik door groen of door. Doe maar door geel. Dat is beter. Maar wacht, nu ben ik wel benieuwd. Hij gaat ons nu naar de trampoline brengen. Maar botsen we dan niet vol tegen die machine aan? Oh, nee. Ah, nee, geel is hier wel weg. Oh, daar is geel. Oké, ik wil het nog één keer proberen. Oké, wacht even. Kijk dan, hij zweeft. Oké, als ik nou niks doe, blijven we dan glitchen? Nee. Oh nee, ik ben vergeten eruit te springen. Oh nee. Oké, Geel die gaat er ook weer vandoor. Kijk dan. Hij klimt letterlijk nergens vanaf. Oh, hij heeft geen shirt aan. Wat? Oké. De glitch is nog erger geworden. Wat? Is een shirt ergens blijven hangen? Dat kan niet eens, want er was niks. Oké, weet je. Laat maar. Op een gegeven moment ga je gewoon zoiets geks meemaken. Nee. Voorzichtig. Oh, dat vind ik het enge aan Cyan, dat hij dan zo... Moet je zien, die attractie is helemaal verdwenen. Oké, wacht even. Neem me mee. Want wat als ik er probeer in te springen? Nu. Ik zat er wel in, maar ik ging af. Hier wat suiker. Zou die dude zometeen zijn shirt weer aan hebben? Zo zie je maar, er zijn altijd nog meer geheimen om te ontdekken. Oh my gosh, ik heb letterlijk 2 Rainbow Friends op exact hetzelfde punt achter me aan zitten. En het erge is nog wel, ik heb het laatste pak suiker. Eerst even het suiker inleveren. Hij heeft weer een shirt aan. Oké, nu weet ik echt niet waarom die... Oké, misschien kwam die net uit de douche, weet ik veel. Wacht eens even, wat als ik nu eigenlijk gewoon zelf ga lopen? Kan dat? Oh, dat kan niet. Oh nee, nu zit ik achteraan. Oh nee, wat doet die dude nou? Wat? En hier kun je niet echt een keuze maken, want de enige keuze is naar beneden. En op naar... Oké, nu ben ik eigenlijk benieuwd. Wat als ik letterlijk hier blijf staan? Want dit is waar Cyan zo valt, hè? Oké, wacht, ik ga het gewoon doen. Kijk wat er gebeurt. Oh, dit is echt heel spannend. Oh, dude. Ja, misschien kunnen we dat beter niet proberen. Robot groen, robot blauw. En daar gaan we. Oef, doei, Cyan. We hebben gewonnen. Abonneer voor meer en adios.